Rotterdam, metrostation Beurs. Het is 14 mei 2010, 4:15. Op het plein voor de ingang wordt opeens geduwd en getrokken. Er ontstaat een vechtpartij. Een jongen valt op de grond. Omstanders proberen tussen beiden te komen. Maar er wordt gemeen uitgehaald. Later pakt de politie een aantal jongens op. Ze zijn herkenbaar aan rode kledingstukken. Ze noemen zich de Bloods. Ik ken deze jongens van het plein bij metrostation Beurs. En van hun stoere filmpjes op internet. Wie zijn deze jongens? Hoe oud zijn ze? Hoe zijn ze zo geworden? Doen ze alleen maar stoer? Of zijn ze ook gevaarlijk? En is er nog iemand die zich verantwoordelijk voelt en zich met hen bemoeit? Een kleine ruimte, goddamn. Een koffieshop, hopefully. 53 honden. Kom binnen. Ja. Dit is waar we chillen en zo. BWA time, ik hoop. Ja, het is niet echt veel, maar we overleven wel. Ik volg ze al een tijdje met de camera. Thuis, op straat, tijdens hun gesprekken met hulpverleners, advocaten en in de gevangenis. We spreken een paar regels af. Ik film geen criminele activiteiten en niets wordt in scène gezet. Ze gaan hiermee akkoord. 2 jaar heb ik ze gevolgd en het resultaat is deze film. De beste kleek van heel Rotterdam. Dat is shit, nigga. Dit is hoe we het doen. Hoe we dagelijks chillen gewoon. Niggas willen stoten met zo'n klein beetje topje weedie. Dit zijn pas weedies. Echt grote zakken. Ze zijn 16 tot 22 jaar. Ouders of opvoeders zijn al lang uit beeld verdwenen. Ze noemen zich een family. En allemaal zijn ze al lang bekenden van de politie. 5.5 plus attitude to the dog. Hey, was die van die koele. Los with attitude, nigga. Wat ik heb, heeft mijn broeder ook. Als ik eet, eet mijn broeder ook. Als ik niks eet, eet mijn broeder ook niks. Als mijn broeder niks eet, eet ik ook niks. Klaar. Zo gaat het gewoon in het leven. Als ik geld heb, gaat het door de helft. Dit is nog niks. Dit is nog niks wat. Binnenkort krijg ik nog meer. Dus alles wat je wil, hebben we voor je. Alles. Alles gewoon. Dit is wat wij verkopen op de straat. Cocaïne. Pure cocaïne. Kristal. Grijp je, hè? Dit zijn blurs het attitude package, weet je. Je moet weten. Kijk, cocaïne. Is het nou voor eigen gebruik of? Dat kan u me eigenlijk niet eens vragen. Dat mag u me eigenlijk niet eens vragen. Of voortaan als u weet dat u met blurred niggas in de building bent, kunt u nooit meer vragen, is het voor eigen gebruik. Want nooit zal het voor eigen gebruik zijn. Elke blurred nigga die met eigen gebruik gebruikt wordt uit de bron gestompt. En misschien verraakt ze leven kwijt. Wij handelen met junkies. Wij verkopen aan junkies. Wij zijn zelf geen junkies. Wij roken onze joint. Roken af en toe een sigaret. En dat is het. En we drinken onze batterij, onze liquor, onze alcohol. Hoe je de fuck het wil noemen. Het is BWA. We roken onze shit. En nooit komen we aan harddrugs. Never know. Zeker van het verraak. Mr. T is 17 als ik hem voor het eerst ontmoet. Hij is net weer vrij. Op zijn 14e werd hij veroordeeld tot 3 jaar jeugd-TBS. Hij wil me niet vertellen waarvoor. Maar 3 jaar jeugd-TBS krijg je niet zomaar. Smokey is 18. Tot nu toe alleen nog maar opgepakt voor kleine overtredingen. Hij zat in een hulpverleningstraject, maar is daar volgens eigen zeggen uitgegooid en op straat gezet. Lil G is 17. Hij heeft altijd in instellingen gewoond. Formeel staat hij nog steeds onder toezicht van jeugdzorg.
Maar een half jaar geleden liep hij weg uit een besloten inrichting. Hij zwierf een tijdje rond en kreeg uiteindelijk onderdak bij Demo, een van de Blads. Demo zat 4,5 jaar vast voor een paar gewapende roofovervallen. Hij is net vrij en heeft nog 2 jaar toezicht van de reclassering voor de boeg. Elke 2 weken moet hij zich melden voor een gesprek. Oké. Begrijp jij mijn verband tussen de kans van recidive en jouw deelname aan de Blood? Begrijp jij waarom ik daar misschien zorgen over zou kunnen maken? Ja, omdat je te veel boek had. Maar... ja, het is toch zo. Dus de Bloods is binnen Rotterdam geen agressieve organisatie of bende. Er worden geen overvallen gepleegd door vrienden van jou. Door vrienden van mij? Nou, dat weet ik niet. Ik moet je een vraag denken. Nou, ik vraag het aan jou. Want ook als ik kijk naar je delicten waarvoor je tot 2 keer toe bent veroordeeld. En als ik dat koppel aan dus die negatieve berichten via Google, maak ik me zorgen. Deel jij die zorg met mij? Ik begrijp het wel, maar ik deel niet die zorg. Oké. Begrijp je dan dat vanuit justitie, dat zij toch zo'n organisatie in het leven hebben geroepen om mensen te helpen? En om bepaalde signalen uit te dragen? En om... Wat voor... Je bedoelt reclassering? Mm-hmm. En ik vind echt dat reclassering alle mensen helpt. Ik denk niet dat de reclassering mensen kwaad doet. Nee, maar ik denk ook niet dat reclassering echt mensen helpt. Ik heb gewoon van dag 1 van mijn detentie, van allebei tot nu, niks aan de reclassering gehad. Mm-hmm. Om het maar even zwart-wit te zeggen. Ja. Vind ik jammer om te horen. Ik ook. En ik hoop dat we daar nog samen iets aan kunnen veranderen. Want je hebt nog wel een tijdje met de reclassering te gaan. Echt, nee, nog 1,5 jaar of zo. Mm-hmm. En dan gaan we 1,5 jaar lang gesprekken voeren. Ja. Waarom moet je daarom lachen? Nou, ik snap niet waarom ik daarom moet lachen. Ik snap niet waarom ik daarom moet lachen. Waar kan je me uitleggen? 1,5 jaar elke 2 weken gesprekken voeren. En dan? Ik heb alles wat ik heb ik zelf bereikt. Ja, zo zie ik het. Toen ik hulp nodig had van reclassering, kreeg ik het niet. Nu heb ik het niet nodig en nu wordt het mij opgedwongen. Mm-hmm. Oké. Begrijpt u het nu een beetje, zeg maar? Eenmaal bij de reclassering ben je nog in beeld. Maar als je geen reclassering hebt en boven de 18 bent, dan ben je te oud voor jeugdzorg en dan is er niemand meer die je in de gaten houdt. Kijk, joh, maar als het moet, schieten we op ze. Met pindakaas en chocolade. Smokey stond tot voor kort onder toezicht van jeugdzorg. Maar nu hij 18 is, heeft de hulpverlening geen enkel zicht meer op hem. Ik zat eerst op een kamertraining, maar daar ging het niet goed. Ik ga wel een beetje buiten van de... Ja, ik moest dingen doen altijd, maar ja, hun wouden altijd dat ik daar was, maar ja, ik kon daar niet zijn, weet je toch. En dus?
Toen werd hij er gewoon uitgegooid. Maar het is toch parel gewoon? Ik vind het echt gek gewoon. Dat je gewoon iemand die zeg maar geen huis heeft, niks. Dat je die gewoon zeg maar op dezelfde dag zegt van ja, je kan gewoon weg. Ja. En dan zeg maar, als je niks zelf hebt om te wonen, dan kan je naar de, kunnen we je in een gesloten inrichting zetten. Zou je naar de gevangenis sturen? Ik zeg, dus nee, gewoon, ik ben weggegaan. Zou je gewoon in een gevangenis zitten omdat hun niet meer willen dat jij daar woont, terwijl je niks verkeerds hebt gedaan op zich? En als er nou iemand echt zou zorgen dat jij een huis krijgt, een baan of een opleiding gaat doen, die echt naar je omkijkt, hulpverlener, zit je daarop te wachten of niet? Vader wel. Maar die motherfuckers laten niks van in orde. Ja. Ja, die dingen heb ik al geprobeerd. Ik ben niet gegaan, ik ben daar gegaan. Telkens wees ze me af, dus ja. Dan moet ik gewoon andere dingen gaan doen voor mijn geld, weet je. Gewoon dingen verkopen. Een PlayStation hebben we verkopen. jij hebt een PlayStation, verpakken net van je. Dan verkopen we het door. Ja, alles om te eten, weet je. Ik fok niet met mijn eten, van dan fok ik je op, weet je. Maar waarom krijg jij geen uitkering? Je bent 18. Nou, laat was ik al naar de UWV gegaan bij Wilhelminaplein. Ja? En die man had wel een stapel dossier van me, maar dat zegt voor de rest ben je gewoon een mysterie. Want er was niet veel dingen over me bekend in mijn dossier. Vele dingen zijn verloren gegaan, zei hij op een of andere rare manier dus. Hij ging er ook achterna, maar hij kon niks vinden, zei hij. Steeds weer die rol van het slachtoffer. Waren ze nou altijd al zo lamlendig? Of zijn ze het geworden? Omdat ze weten dat de kans op een normale toekomst voor hen met de dag kleiner wordt. En zijn al die onbereikbare hulpverleners en ambtenaren dan een gemakkelijke excuus? Of zijn die misschien ook een deel van het probleem? Is er dan ook nog verder bij jullie bekend een andere hulpverleningsinstantie die zich met hen bemoeit? Ik ga het doorzetten, maar dit is de voicemail van 0102519. Nog een ogenblik geduld alsjeblieft. U wordt doorgeschakeld naar de centrale. Al onze telefonisten zijn momenteel in gesprek. Is er een andere manier waarop ik het project daar kan bellen? Dit is de voicemail van 0102519. Het nummer u verkozen hebben is om technische redenen tijdelijk niet bereikbaar. U wordt verzocht uw oproep enige tijd uit te stellen. Indicatiesecretariaat. De naam kennen we, maar dat zal wel van 10 jaar geleden zijn. Dat is van een oud systeem overgenomen, maar dat is echt van heel lang geleden. Dat is alleen een naam. En verder niks. Dan blijft de vraag over hij is er dan uitgezet bij jullie. Stopt dan de hulpverlening? Of hebben jullie zijn... Kleine nazorg, die hem eigenlijk geloof ik nog loopt. En een beetje nazorg. En waar bestaat die nazorg dan uit? Waar bestaat die nazorg uit? Ja, toch even een beetje een oog in cel daar waar ik zeg maar. Ja? Goedemiddag. Goedemiddag. Zo. Ja. Aangestrak. Sorry. Aangestrak. Kom maar verder. Prima. Nou, ik heb het dossier opgevraagd, want er was dus een zitting geweest op 12 november of zo. En dat ging over waarschijnlijk, ik heb de dagvaarding nog niet, maar dat je iemand bedreigd zou hebben, dan wel iemand geslagen zou hebben. Maar ik weet niet echt veel meer van het avond. Je weet er echt niet veel van, oké. Ja, alleen van wat die agentman gezegd, maar het staat daar ook, denk ik.
En dan heeft hij een knie, of nee, een scheenbeen wat, wat beschadigd is. Tenminste, er zit een grote blauwe plek op. Gebeurd zijn nadat hij jou is tegengekomen. Ja. Toch? Gestoten of zo. Ja, hij stoot zijn scheenbeen of zo, of hij is gevallen of zo. Precies, of hij valt op zo'n perron of hij moet daar een trap oplopen en hij struikelt of weet ik wat. Het kan dus ook op andere momenten geweest zijn. Maar jij kan je er in ieder geval niks van herinneren. Helemaal niks. Ben je vaker bij de rechter geweest? Eigenlijk alleen maar voor dingen dat nergens op sloeg. Bijvoorbeeld graffiti spuiten. En... Dus je bent nooit veroordeeld voor geweld? Alleen deze ene keer, daar willen ze je nu pakken omdat je toen dronken was. Ja. Er zit op zich, als ik het dossiertje van jou zo lees, wel voldoende bewijs in om eventueel tot een veroordeling te kunnen komen. Je wordt liever vrijgesproken, maar dat wordt een beetje lastig. Dan zouden we het kunnen proberen om dus verwarring te zaaien. Ja, want het spelletje is natuurlijk alleen maar dat ik win, hè? Ja, ik heb de pest aan verliezen, dus je moet ervan uitgaan dat je dus vermoedelijk dat er wel een stevige taakstraf geëist zal worden. En als je die dan niet doet, word je in een of andere uithoek van Nederland geplaatst, waar je dan moet melden met je tandenborstel. Daar ben ik vrolijk van. Iedere keer als ik er ben, ontmoet ik andere blads. Altijd met een rode bandana of rood kledingstuk die ze dragen als lid van de family. Hoeveel jongens er zijn bij de blads, blijft onduidelijk. Maar ze hebben allemaal hetzelfde verhaal. Een verknipte jeugd en geen enkel vertrouwen in de hulpverlening of samenleving. Geen van allen heeft een veilig thuis. Ze hebben alleen elkaar en hetzelfde, moeilijke verleden. Dat is wat hen bindt. Dagen zijn niet getal, misschien ben ik morgen dood. Daar sta ik op de blok om te hosselen voor mijn brood. Staat er echt te overleven en nu moet je toch wel weten. Ben een blood uit de jail, hij staat al 3 jaar lang te zweten. Maar maakt niet uit, nigga, ik ben op vrije voeten. Nu sta ik weer op de blok om te dealen in witte poeder. Trek mijn knife of mijn strap als er een probleempje. Wacht naar nigga, G, die beat is niet boos, G. Nou, G. Ander beat? Nee, ik bedoel, hij moet ietsje verder voordat ik moet beginnen. Nadat ik vastkwam, ik verkoop omdat ik moet verkopen, anders kan ik niet eten, anders komt geen brood op de tafel voor mij. Niemand die mij verzorgt, dus ik ben er zelf. Ik heb geen vader voor mij die voor me zorgt, mijn moeder kan niks voor mij doen, mijn broers kunnen niks voor mij doen. Dus ik ben zelf op de straat weer gekomen na mijn vrijheid van bijna 3 jaar. Dagen zijn niet getal, misschien ben ik morgen dood. Daarom sta ik op de blok om te worstelen voor mijn brood. Ik ben een echte overlever, dat moet je nu toch wel weten. Ben een blood uit de jilla, zijn 3 jaar lang te zweten. Ik heb dingen gedaan, in de tijd dat we hier hebben gesproken, heb ik werk gezocht. Ik heb naar school gezocht en hebben ze me allemaal geweigerd omdat ik... Vanwege mijn uiterlijk, mijn tatoeage in mijn gezicht en de tatoeages op mijn lichaam. Dat heeft een zware na-indruk op mijn leven hier zo in Nederland. Voor mijn goed, nikke, met mijn broer hoort in de voet, nikke. Ze komen altijd met de smoes van ja, je achtergrond ziet er een beetje niet goed uit, bla bla bla. En wij denken niet dat het goed is voor jou dat je hier op school komt in verband met ruzies en dit. Terwijl ze niet eens weten hoe je in elkaar zit. Hij noemt zich Mr. T. Presenteert zich zelfverzekerd op YouTube. Maar voor een jongen die nog maar net vrij is na 3 jaar jeugd-TBS, houdt de samenleving al haar deuren dicht. Niemand wil iets met hem. De hulpverlening is al lang niet meer in beeld. En het is wachten tot hij weer opgepakt wordt. Zo heb ik mijn shit op straat gezet. Mensen weten wie ik ben. Ik kan overal naar mij vragen, overal Amsterdam, Tilburg, Eindhoven. Ik kan overal naar mij vragen waar ik bekend ben. Ik ben Mr. T. En hard is in the game, ik weet niet wie ze zijn. Ik ben Mr. T, dat is wat ik ben. En represent blood to the dood. Red flag to the dood. Je ziet zelf overal red flags. En we doen die shit omdat we zo bangen. We leven zo. We zijn zo geboren en we moeten zo doodgaan. Maakt niet uit hoe oud je bent. Ook al ben ik morgen dood, we leven voor die shit. Ja. Wordt het dan blood, niggas, een orga.
organisatie. Wil je komen fokken, schiet een gat door je frame. Nadenken doe ik niet, ik heb maar één cel in mijn brain. Want ik smoke mijn weed, nigga, 24-7. Ik ken een pleur, nigga, money is van grote lang. Is er helemaal niet op straat, dan zit ik in de gevangenis. Demo, geef een shout-out, zo. Ben je pleur, motherfucker, red flag aan de rechterkant. Weet je wat het is, ja, wij zijn fucking irritant. Freestyle die shit, ja, je weet dat het niet anders kan. Westside, neger, kom het maar halen. Red, red, fucking man. If your blood thing, give me. Niggas time, man, you know. Who wants it, nigga? Whoop. Whoop, nigga. I got a bullet in the chamber. Always, man. Na twee gewapende roofovervallen en 4,5 jaar cel zit Demo nu in een proeftijd. 2 jaar lang moet hij elke 2 weken bij de reclassering komen praten. Niet dat hij daar iets mee opschiet, maar het moet gewoon. Inmiddels is hij al 7 keer niet komen opdagen. En nu heb ik officiële waarschuwing. Wat houdt dat in dan? Ja, weet ik ook niet precies. Volgens mij, als ik nog 1 keer niet kom, dan moet ik teruggaan naar binnen of zo. Maar dat hoorde ik als God is dadelijk. Meneer Joan. Yes. Kom hier mee. Het is een lange tijd. Het is een lange tijd. Je hebt een proeftijd met een voorwaardelijke deel openstaan. En de contactfrequentie is 2 wekelijks. En op het moment dat jij je afspraken niet nakomt, terwijl ik met jou telefonisch die maak, soms zelfs een dag van tevoren of 2 dagen van tevoren. En ja, ik heb het gevoel dat ik jou wel probeer tegemoetkomen in jouw drukke schema. Dat ontken ik ook niet. En wat ik met name, toch wat gewoon niet door de beugel kan, is dat wij telefonisch een afspraak maken en dat je dan gewoon zonder bericht afwezig bent. En dat vind ik gewoon geen correcte manier om met mensen om te gaan. Ik kan ook niet altijd iets van mij laten horen. Ik bedoel, u kunt hier bellen vanaf het bedrijfstelefoon. Dat heb ik niet. Ja, maar het verschil is dat de verantwoording van het toezicht ligt bij jou, niet bij mij. Jij moet de toezicht tot een proeftijd tot een goed einde weten te brengen. Jij hebt dat opgelegd gekregen van justitie. Ja, dat begrijp ik, maar hoe wilt u dat ik contact opneem dan? Er is niemand die zorgt dat in mijn huur betaald wordt en dat soort dingen. Dat moet ik toch ook allemaal zelf doen? Mm-hmm. En dat heeft echt voorrang voor mij, hè? Oké. Okay. Ik neem aan dat als je wil overleven, dat het ook van belang is dat je nu de lijn die je zelf hebt ingezet, dat die voortgaat. Dus dat je niet weer terug wordt gezet omdat je je afspraken hier niet aankomt. Al dan niet wat je van die afspraken vindt. Ja, maar wat vindt u belangrijker van mij om te overleven? Als ik moet zorgen dat ik mijn achterstallige huur van €600 binnen 2 weken betaal, of hier een uurtje ga zitten praten? Wat is voor mij meer overleven? Met het uurtje hier ga ik niks redden om mijn huur te kunnen betalen en zo. Dat soort dingen moeten ook begrepen worden. Ik begrijp dat het voor mij zo is gezet van, weet ik veel, ik heb 2 jaar verplicht reclasseringscontact. Maar op het moment dat ik hier zit, er gebeurt geen tyfus, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Uiteindelijk, op het moment dat ik hier buiten stap, na een uurtje gesprek, zit ik nog steeds in mijn eigen problemen die ik zelf moet oplossen, toch? Op het moment dat jij problemen hebt, dan kan je die ook hier met mij bespreken. En dan kan ik meehelpen denken met het zoeken naar oplossingen. Alleen dan moeten we daar wel komen. En dat vergt dus ook iets van jou, niet alleen van mij. Tot over 2 weken. 2 weken, yes. Mm-hmm. Weer een nutteloos gesprek. Demo heeft een studiebeurs en daar leeft hij van. Om wat bij te verdienen werkt hij af en toe bij een callcenter. Maar hij heeft nog hoge schulden uit het verleden. En nu dreigt hij ook zijn huis kwijt te raken. Ik heb nu tenminste voldoening. Dat gewoon het geld dat ik krijg, dat heb ik zelf verdiend. Ik doe mijn shit ervoor gewoon. En ik hoef me voor niemand te verantwoorden daarvoor. Op het moment dat ik mijn huur betaal, kan ik zeggen, oké, ik heb hiervoor gewerkt. Ik heb mijn huur betaald, ik heb voor mezelf gezorgd. Wat moet ik met de bijstandsuitkering? Dan zorgt zeg maar de staat voor jou, terwijl hun jou eigenlijk niet willen.
Als iemand je echt zou willen, dan zou die zich over jou ontfermen wanneer het nodig zou zijn. Toch? En je niet alleen maar zien als uitschot, om het maar zo te zeggen. En dat is wel zo'n beetje waar het heen gaat. Kort geleden is hij begonnen aan een hbo-opleiding. Het is vreemd om hem in deze omgeving te zien. Het lijkt alsof hij komt bovendrijven in een andere wereld. Wie van zijn studiegenoten zou hem echt kennen en een idee hebben van zijn gevaarlijke verleden? En dan valt me nog iets op. Demo draagt hij geen enkel blotsignaal. Geen bandana, geen stukje rood is er te zien. Lil G laat zich niet gemakkelijk vangen voor de camera. Een half jaar geleden liep hij weg uit een besloten inrichting. Maar waarom komt niemand hem weer halen? Hij is nog steeds leerplichtig, maar gaat niet naar school. De enige die voor hem zorgt is Demo. En eigenlijk doet hij het werk dat een voogd zou moeten doen. Ja, hij is al van mij niet. Begon, alles was zo, begon ook, lees al aan. Zeiden ze van, je bent liefstandig en ik heb die dingen, dit en dat. Allemaal bullshit, moest ik zo naar Riach en zo. Later moest ik naar de instelling in Dordrecht. Dat ging niet goed, ik werd daar steeds agressiever en zo. Dus moest ik weer naar een andere groot emo's. Een busloten zat ik daar. Toen moest ik daar blijven, ging het ook niet goed. Ging ik op verlof, was ik gewoon weggegaan, ging ik onderduiken. En toen ben ik zo op, toen was ik weer op de raten weer gewoon. Ik hoefde niet meer daarin te gaan en zo. Jij een voogd? Ja. Hoe vaak zie je die? Hoe spreek je die? Nu nooit. Nooit bijna. Niet gewoon. Kijk, hij is al voor mij zo'n... Zo'n kamer te rekening voor me fixen. En dat hoor ik gewoon niks meer daarvan. Hij zegt van, we zijn nog bezig, maar... Ik zie er nog geen moer van. Hoe lang geleden was dat? Al een jaar of zo? Ze belooft mij al 3 jaar. Je gaat bijna een jaar geleden of zo. Kamer, ja, een jaar geleden al bijna. Ik zou graag een keer even zijn voogd willen spreken. Mijn vervanger is op maandag tot en met donderdag. Onze medewerkers zijn ook mobiel te bereiken. Nog een ogenblik geduld alstublieft. Uitsluitend als u een noodgeval op onmiddellijk contact dient te hebben, kunt u bellen naar een kantoor in Diemen. Het telefoonnummer. Alle telefonisten en momenteel in gesprek. Wat ik denk dat u met de teamleider moet praten hierover. Dit vragen, want die is wel op de hoogte van alles. Let op, dit is een gewijzigd bericht. In verband met vakantie ben ik van 7 tot 21 december... Nog een ogenblik geduld, alstublieft. U wordt doorgeschakeld naar de centrale. We zijn aan het chillen. Gaat voorbij. De jongens zijn baas in hun eigen rijk. Geen ambtenaar, hulpverlener of schuldeiser laat zich zien. Even lijkt het leven op vakantie.
Dan word ik gebeld. Smokey vraagt of ik wil filmen. Demo komt ook. Hij wil ons iets laten zien. Dit is mijn kleintje. Ja. Hoe heet ze? Evangeline. Het blije boodschap. Ja, maar ik heb een passie nu niet nodig. Wat zeg je? Nee, over die babyolie. Dat is niet goed. Ik gebruik alleen vaseline. Want? Het is goedkoper. En het is ook beter voor haar huid. Dit is de reden hier zodat ik me echt rustig probeer te houden deze dagen. Ik wil er van mijn dochter zijn, maar ik wil er ook van mijn family zijn. Wat is daar niet moeilijk om mee te... Het is moeilijk om een balans in te vinden. Ja, wel. Het is erg moeilijk. En waarom dan? Als ik thuis zit, ik hoor thuis zitten met mijn vriendin op de bank, met mijn dochter op de bank. Begrijp je? Maar door thuis te zitten, ga ik geen eten. Daarmee vul ik mijn maag niet, begrijp je? Maar buiten, met mijn homies en mijn familie in het tegendeel, begrijp je? Kan ik wel mijn maag vullen. Maar ja, dan is ook weer de risico dat ik vast kom te zitten of zo, weet je toch? Of nog veel erger, begrijp je? Ja, dood of de gevangenis, weet je toch? Ja, maar wel. Het is het een of het ander. Ik kan niet alle twee. Dus ja, daar is het begin het dilemma. Wil je naar papa of kom? Wacht, dat is die chain niet brokken. Ik kom zo, ik ga het even brengen. Ik kan niet falen, man. Dat gaat niet. Dat gaat niet gebeuren, man. Dat gaat niet gebeuren. Je kan fucked up zijn en zo, maar sowieso er is een manier om gewoon dwars door die systeem van Nederland heen te gaan en toch nog ergens te komen gewoon. Snap je? Toch? En ik wil die persoon zijn, zeg maar, die laat zien van luister dan, het kan. Snap je? Het kan. Ik kan niet falen, man. Ik kan echt niet falen, man. Gesprek, want je was wederom 25 minuten te laat en ik heb hierna een andere afspraak ingepland. Dus ik wil je in ieder geval meegeven dat ik gisteren akkoord heb gekregen op het terugsturen van het toezicht van het parket in Den Haag en dat er een zittingsdatum bekend zal worden gemaakt en daar zal jij worden opgeroepen en daar zal ik ook bij aanwezig zijn. Daar hangt je een gevangenisstraf nog van 6 maanden voorwaardelijk boven het hoofd, dus dat is waar je tegenaan gaat kijken. En ik wil graag nog een gesprek met je, want dat had ik vandaag gewild over het hoe, het wat en het waarom het nu is misgegaan. Alleen daar, ja, je geeft me geen andere keus dan ook nu weer het gesprek te beëindigen en een nieuwe afspraak met je in te plannen. Want 25 minuten te laat, ja, daar kunnen wij niks mee. Je hebt een verplichting om hier met ons de afspraken na te komen. Ik ben toch hier of niet? Ik heb je teruggestuurd omdat je je afspraken met ons niet nakomt. Ik ben toch hier of niet? Ik heb...
Ik ga op dit moment niet de discussie met je aan. Je bewijst het zelf, denk ik, door 25 minuten te laat op een uitnodiging te komen. Het is jouw verantwoordelijkheid. Dus dat is voor nu, want ik moet door naar de volgende afspraak. Wil je met mij een nieuwe afspraak inplannen? Nee, makkelijk. Oké, dan zal ik je, want ik heb mijn agenda helaas boven liggen. Dus zeg maar, onze afspraak zou een half uur hebben geduurd. Is toch meestal een uur of niet? Het is aan mijn planning. Jij bent 25 minuten te laat. Jij hebt geen beschikking over hoe ik mijn tijd en dus mijn agenda indeel. Als ik om 1 uur hier was, dan zouden we nu ook zijn gestopt. Meneer Jones. Ja, dan kan je weer gaan. Ja, is goed. Doe wat je moet doen. Ik ga je een brief per post uitnodigen, of per post sturen. En dan zal ik een nieuwe afspraak met je inplannen. Ja? Was dat het? Ja, dat was het. Ik hou me alle fucking jaar rustig, hè. Ik hou me alle jaar rustig. Ik doe niks, ik ga naar school. Ik ga naar mijn werk. Ik doe gewoon mijn shit wat ik moet doen. Toch willen ze nog soort vaste spelletjes komen spelen. Is goed, man. Fucking jaar heb ik mijn rustig gehouden. Zolang ik niet naar hun fucking pijpen dans, is het voor hun niet goed. Ik ben een van de weinige personen die daar komt en hun laat zien van luister dan, jullie hebben geen kanker voor mij gedaan en dat weten ze. Elke keer als ik een gesprek ga daar, ik heb een, weet je hoe vaak, je bent er zelf een paar keer bij geweest, hoe vaak ik tegen hun heb gezegd, jullie doen geen kanker. Ze zouden mij helpen met het zoeken naar werk, ze zouden mij helpen met zoeken naar een huis, dit, dat. Wat hebben ze gedaan? Geen kanker. Maar ik moet mij wel aan mijn afspraken houden. Maar wie houdt zich aan hun afspraken dan? Wie gaat dat doen? Fuck dat, man. Wat de fuck is dat, vriend? Ik doe geen kanker, moet ik toch gaan zitten? Dan kan ik een beetje iets wel doen. Dan ga ik die mensen ergens voor zitten, ja toch? Wie de fuck is die vrouw? Kanker op die vrouw is even oud als mij. Wat komt zij takkie, vriend? Ik ben slimmer dan die kankerwijf. Ze begrijpt mij niet eens wanneer ik met haar takkie. Ik probeer haar shit uit te leggen. Snap je? Ze snapt niet eens wat ik bedoel. Je weet toch, ik moet vriendje taal met haar spreken, want anders snapt ze me niet. Dan gaan we zitten met reden. Ik ga niet zitten zonder reden, vriend. Er staat, helaas moeten we je mededelen dat je de eigenaar van het pand aan de Wijnwerstraat 470 de bruikleenovereenkomst met jou per direct heeft opgezegd. De ruimte die je tijdelijk in gebruik hebt zal op 15 december tussen 9 uur en 10:30 leeg en bezemschoon aan ons opgeleverd moeten worden. Ik zeg, over 5 dagen moet ik die huis inleveren. Noem je dit een leven? Is niks, man. Ik zie mijzelf niet leven nu. Snap je? Weet je wat het is? Ik heb dingen in mijn hoofd. Ik heb doelen die ik wil behalen. Snap je? En ik focus mij op mijn doelen die ik wil behalen. En zodra ik die doelen heb behaald of het, je toch, het is aan het lukken, dan kunnen we praten over leven en zo. Maar die shit wat ik nu heb, ik zie dat niet als leven. Dit is gewoon overleven. Je toch? Gewoon, ja, gewoon met de dag en dan gewoon kijken waar je komt morgen. Snap je? Maar wat ik sowieso, zeg maar,
vinden ze, hebben ze het over recidieven. Nu toch zeg maar van, weet ik veel, 80% van de jongeren die in aanraking komen met criminaliteit komen binnen 3 jaar terug in de gevangenis. Ja, kijk naar mijn leven, vind je het raar? Joh! Er gaat gewoon een moment komen, weet je, dat ik geen keus meer heb. Snap je? Uiteindelijk moet ik gaan overleven, want wat kan ik anders doen? Snap je? Op de een of andere manier, er gaat een keer een knop omgaan, snap je? Wanneer je gaat denken van, weet je wat, fuck it. Waarom doe je het nog? We gaan gewoon mensen gewoon snap je? Want op het moment dat ik niks doe, willen ze me opsluiten. Dus waarom zou ik niks doen? Dat is goed, gewoon wel wat doen, snap je? Dan pak gewoon de geld die we nodig hebben. Snap je? Want, begrijp je? En de reclassering maakt dus zich zorgen over u. En ik vermeld een stukje, een conclusie. De heer Jaoen is een veelzijdig mens met veel in zijn mars. Door echter zich niet te houden aan de gemaakte afspraken binnen de verplichte reclasseringscontact, laat hij ons geen andere keuze het opgelegde toezicht negatief te retourneren. Hier aanwezig is de advocaat-generaal. Die heeft vervolgens gevorderd dat u alsnog die 6 maanden die u voorwaardelijk had zult gaan uitzitten, omdat u zich niet geheel aan de voorwaarden heeft gehouden. Ja, ik was dus bezig met school en met mijn muziek en dat soort dingen ook. En daardoor heb ik het best wel druk gehad de laatste tijd. En daardoor zijn sommige afspraken bij haar zijn mij ontschoten. En bij sommige ben ik te laat gekomen. Dat is op zich een beetje de reden waarom ik in deze situatie zit nu. Start je met een hbo-opleiding? Wat is het voor opleiding? Ik doe hbo Media en Entertainment Management bij de Inholland. Ja, er was er ook sprake dat u als jongerenwerker zou gaan werken. Ja, klopt. Daar ben ik nu mee bezig. Voor Stichting DOC. Dat is jongerenwerk in Schiedbroek. Daar heb ik nu een projectplan. Ben ik mee bezig voor een nieuw project voor jongeren. In combinatie met muziek om te proberen jongeren te laten reïntegreren in de maatschappij eigenlijk. Het ziet er prachtig uit. Het gaat goed met je. Je gaat naar school. Je wilt werken aan jezelf. Maar dat is natuurlijk je doel, hè? Van kijk, ondanks alles wat ik heb gedaan, 2 overvallen, met justitie in aanraking gekomen, kan het goed met je gaan, hè? Kan je weer naar school, kun je werken, kun je een project opzetten. Realiseer je dan ook dat je dan ook op een gegeven moment een voorbeeldfunctie krijgt voor jongens die nog een stukje jonger zijn dan jij? Ja, ik begrijp dat sowieso. En ja, ik probeer voor mezelf, probeer ik ook gewoon het best mogelijke van mezelf te maken. En ja, dat gaat met vallen en met opstaan, dat geef ik ook eerlijk toe. Maar ja, ik ben ook nog lang niet waar ik moet zijn, dat zeg ik ook gewoon eerlijk. Maar ja, ik doe mijn best en meer kan ik niet doen, denk ik. De rechter geeft Demo nog 1 kans. Hij hoeft geen 6 maanden te zitten, mits hij zich strikt houdt aan de afspraken met de reclassering. Denk ik wel eens dat jullie ook misschien niet meer willen. We willen dat sowieso, maar ja. Kijk, als je blijft zoeken naar de weg en er is geen weg, ik ben er klaar mee, man. Ik heb echt geen zin, snap je? Ik ga naar reclassering omdat ik moet gaan, omdat ik geen zin heb om 6 maanden vast te zitten alleen maar omdat ik niet naar reclassering ga. Snap je? Maar ik ga niet meer aankloppen bij een of andere instantie om mee te helpen als ik in de problemen zit. Want waarom zou ik dat doen? Nou? Ik heb geen reden meer om dat te doen, want elke keer als ik heb geklopt ben ik weggestuurd. Dus dan ga ik nu toch niet weer kloppen als ik denk dat ik weer ga weggestuurd worden. Die tijd dat ik verspil door daar te zitten en hun een beetje praten met hun, kan ik beter gewoon zelf mijn shit regelen en kijken wat ik zelf kan doen. Zo zie ik het. En ik denk dat het voor Smokey en de rest ook zo is. Snap je? Als je een voogd hebt, maar die voogd zie je nooit. Hij doet geen shit voor jou. Waarom zou je dan je voogd bellen als je in de problemen zit? Of niet? Heb jij je voogd ooit gebeld? Ik zit in de problemen. Heeft jouw voogd jou ooit gebeld? Hoe gaat het? Heb je iets te eten? Heb je kleren? 2 keer. Gaat alles goed? Alleen 2 keer. Twee keer in hoeveel tijd? 3 jaar.
ja. Op het moment dat, bijvoorbeeld Smokey naar de school gaat, gaan ze tegen hem zeggen van ja, je hebt niet de goede certificaten voor deze opleiding. Maar ze gaan je niet zeggen voor welke opleiding je wel de goede certificaten hebt. Snap je? Je gaat van school naar school, maar niet iedereen zegt nee. Je gaat van werk naar werk, iedereen zegt nee. Ja, na een tijdje ga je niet meer van werk naar werk en van school naar school. Dat lijkt me logisch. Vechtpartij van afgelopen vrijdag, dat bij de uitgang van metrostation Beurs een 20-jarige jongen is mishandeld door een grote groep jongeren. Maar de politie zoekt nog naar meer getuigen en die zijn er genoeg. Voor mij mogen ze echt levenslang, want hoe ze die meneer hebben mishandeld was behoorlijk dramatisch. Die mensen één voor één, als de ene klaar was met het schoppen tegen de hoofd, slaan op de oog, dan begon weer de andere. Ze waren, ik geloof, met z'n vijven tegen één persoon. Tot nu toe heeft de politie Rotterdam-Rijnmond 10 jongens aangehouden, waarvan er nog 5 vastzitten. Er zijn camerabeelden van de vechtpartij, maar de politie voelt nog meer. Mr. T en Lil G waren betrokken bij de vechtpartij en zijn hiervoor veroordeeld tot 10 en 4 maanden gevangenisstraf. Demo was niet betrokken bij de vechtpartij en zoekt hen op in de gevangenis. Hoeveel kans heeft Mr. T nu om zijn leven op de rit te krijgen? Zou er iemand zijn die hem daadwerkelijk gaat helpen bij het regelen van onderdak, een uitkering en misschien een baantje of een school? Zo niet, dan is de kans groot dat hij zijn hel blijft zoeken bij bendes als de Bloods. Tot nu toe houdt Demo zich aan de afspraken met de reclassering. Hij zit inmiddels in het tweede jaar van het HBO en heeft een eigen programma bij een lokale zender. Ondanks zijn pogingen om zijn leven op de rit te krijgen, blijft het een wankel evenwicht. Ik wil zeggen, we gaan nu checken. Westby, late night drug in this kelder. Voor de ene nacht. Na 4 maanden komt Lil G vrij. Hij is inmiddels 18 jaar geworden. Vanaf nu valt hij niet meer onder jeugdzorg. Maar de jongens zijn hem trouw gebleven. Lil G heeft wel verplichte reclassering, maar wat dat voorstelt moet nog blijken. Het eerste gesprek is over een half jaar. Als jullie gewoon de waarheid in een rapport zetten en niet vol met leugens. Jullie zijn net een stelletje kleine kinderen die gaan lopen liegen om de zin te krijgen. Dus ik ben slecht voor mijn kinderen omdat ik niet met hulpverleners kan opschieten. Maar ik snap het niet zo, want als ik hem er niet uitzet, dan pakken ze de kleintjes af. De gemeente heeft lopen dreigen. Als hij niet uit huis uit gaat, raak je de kleintjes kwijt. Je weet hoe mama altijd voor ons klaar heeft gestaan. Dat wij de tering werden geslagen, dat wij op straat leefden, dat mama ons naar binnen haalde, ons eten gaf, alles. Dat zij klappen voor ons gevangen heeft. Ik weet dat het pijn doet. Ik weet dat het nu ook mij pijn doet, ik jou nu zie huilen. Ja, en dat doe je weinig tegen je jeugdzorg. Ja, alles wat hun zeggen is waar. Alles wat ze zeggen is waar.